Welkom terug bij de Hot Coffee Show. Hij is weer terug van weg geweest. En dan niet alleen de Hot Coffee Show, maar ook Peter. Yay. Oh, wat zijn we allemaal blij dat Peter weer terug is. Yay. Gewoon weer aan een tafel. Ja, op geen aan een tafel voor jou hoor. Je kent het wel. Geen heimwee hoor, naar LA. Nee, absoluut niet. Gewoon, wat is het, een week lang lekker in de zon lopen. En dan ook nog eens een keer games lopen spelen. Ja, de beste games ooit heb ik gespeeld. Nee, dat is niet waar. Maar wel wat er aan gaat komen. Dit jaar, maar we wilden de Hot Coffee Show deze week lekker inknallen. En we dachten, we gaan een statement maken waar niemand het mee eens is. Maar dat is dan het kapstokje waar we het aan kunnen hangen. Dit was de beste E3 ooit. Je zegt kapstokje. Ik noem het clickbait. Ik noem het ook clickbait, ja. 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 Al die explosies die zitten ook in de tekst. Dat wordt vaak gegoogeld. En die zitten ook in elke trailer van de E3, hoorde ik van Tom. Ja. Does not defeat. Who can only become. Echt alle trailers eindigen tegenwoordig met een explosie. Wat heel fijn is voor onze editing purposes. Ja. Maar oké, je koos ervoor om een gewaagd statement te plaatsen door te zeggen, dit is de beste E3 ooit. Terwijl ik het idee heb dat de meeste mensen nu een beetje aan denken zijn van, waar gaat de E3 toch naartoe met al die lekkages van tevoren? Het sijpelt vanaf het plafond naar beneden. Dat is iets, evenement Trump, dat is iets waar ik echt gelijk in heb gekregen. Waar jij eerst nog van, nee. En al mensen hier op de druk, nee, maar ik heb echt wel gelijk gekregen. Alles van Walmart was waar. En ja, dat heeft een deel van de E3 verpest. Laten we daar gewoon even eerlijk over zijn. Want qua verrassingen was er echt niks nieuws onder de zon. Behalve natuurlijk een announcement van Microsoft dat ze 5 studios overnemen. Ja, maar 3 Gears games. Ja, het was wel hier en daar nog wel iets. Maar het was niet de wow-factor die we hadden gehoopt, omdat we gewoon eigenlijk alles al wisten. Ja, nou, voor het grootste gedeelte wel, zou ik zeggen. Ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar een persconferentie van Ubisoft, er was daar niks wat we niet aan zagen komen, hadden verwacht, vorig jaar al hadden gezien of wat er al was uitgelekt. Exact. Ik denk dat dat het grootste voorbeeld was van een persconferentie die eigenlijk gewoon prima was, maar omdat we alles al wisten, Trials Rising daar gelaten. Zat je daar zo van, ja, Beyond Good and Evil wisten we. Ja, Assassin's Creed Odyssey was al uitgelekt. Ja, The Division, ja, die hebben ze uitgelekt. En die zagen we ook al bij Xbox. Het was een heel voorspelbare persconferentie. En ik denk dat er wel in elke persconferentie zaten wel van die momentjes dat je dacht van, ja, wisten we het nog maar niet. Bijvoorbeeld EA met Command & Conquer Rivals. Ja, en kan ik dat ook gewoon uit mijn geheugen laten verwijderen. Dat is de enige verrassing dat nooit is gebeurd, zeg maar. Ja, maar dat was jammer. Maar ik eigenlijk zelfs een Unravel 2 was uitgelekt van tevoren. Was echt een paar uur van tevoren wisten we het al. En screenshots en alles. Ja, het is vrij ernstig. Er waren maar een aantal. Kijk, ook Elder Scrolls 6, nou was dat ook een trailer van niks. Die zag je dan aankomen, dan wist je al een klein beetje. Het zat er ook aan te komen. Het lag allemaal in de lijn der verwachtingen. Dan kreeg je wel weer een Starfield van, die zagen we misschien iets minder aankomen. Weet ik nog steeds niet wat het is, dus maakt verder geen fuck uit. Nee. Maar zo heb je een heleboel E3 onthullingen die niet zo E3 meer aanvoelden. Die een beetje Gamescom-achtig aanvoelden. Als in, ja, dat zagen we aankomen. En dat is jammer. En daar moeten we wat aan gaan doen met z'n allen. Kijk, het vervelende is natuurlijk van die hele Walmart-lek. Is natuurlijk dat die salesmensen. Kijk, die Elder Scrolls 6 is nu al te pre-orderen. Want de trailer is geweest. Jij kan nu naar bol.com, kun je die Elder Scrolls 6 pre-orderen. Want dat wil Bethesda. Weet je nog niet op dat platform of wanneer? Dat weten we allemaal niet, maar je kunt hem al pre-orderen. Want dat wil Bethesda, want dan weten ze van tevoren namelijk hoeveel centjes ze kunnen verdienen. Zonder dat ze ook maar iets in de winkel hoeven te leggen. Nou, dat is natuurlijk het hele probleem. Al die salesmensen, dat is het probleem. De marketingmensen, dat maakt me eens. Hoezo zeg je dan dat wij er iets aan moeten gaan doen? Want wij als industrie, ik voel me wel betrokken bij de industrie. Dat moeten wij als industrie wat aan doen. En wij moeten dat ook vooral afstraffen, zoveel mogelijk, als dit gebeurt. Boos worden. Nou ja, goed, wij kunnen als nieuwswebsite kunnen wij niet zeggen, ja, er is iets uitgelekt, daar gaan we dan niet over bericht geven. Nee, want dat is lullig voor de E3, want dat is ons ding. Nee, wij moeten iets juist lekken, zo snel mogelijk. Nou, leren ze het af. We moeten zelf niet lekken. Nee. Het liefst zou ik zeggen dat wij een partij zijn die wel gewoon ons embargo en onze geheimhoudingsplicht na kunnen komen. Maar als er iets lekt, moeten we er wel kort op zitten. Dus sorry dat we dat als een soort van middleman voor jullie ook verneuken. We moeten. Dus, zo gaat het. Even over de inhoud. Ik vond het een hele goede E3. En het was niet een hele verrassende E3, maar wat is de kwaliteit van de games ontzettend goed. Ja, het is echt bizar. Wat ik ook gespeeld heb, Resident Evil 2 mensen. Oh, het is meer dan een remake. Hitman 2, Rage 2, Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Odyssey. Allemaal hele goede games. We krijgen echt een gamesjaar. We hebben het bord hierachter geüpdate. En dan hebben we Red Dead Redemption 2 niet eens gezien.
En Spider-Man. Maar alles wat er dit jaar uitkomt, joh, het is ongelooflijk goed qua niveau. Qua gewoon... Ik heb het dan zelf niet mee kunnen krijgen, maar dan als je zo'n beetje naar die previews van jou kijkt en wat stuff leest, dan heb je wel zoiets van... Damn. Is er iets kut? Is er iets? Lego DC Heroes wel, of Villains wel redelijk kut. Ja, maar dat is gewoon ook omdat dat een eenheidsworst is geworden. Dat is altijd hetzelfde. Maar de kwaliteit is heel goed. En ik word steeds blijer dat we voorlopig nog geen nieuwe consoles krijgen. Want PlayStation heeft natuurlijk laten weten dat we in 2020 gaan horen over een PlayStation 5. Ja, maar als je dan ook kijkt naar zo'n Ghost of Tsushima, dat ziet er fantastisch uit op de PlayStation. Alles ziet er fantastisch uit. Het is alsof ze nu pas echt doorhebben wat er al met die consoles te doen is. Ik vind een Rage 2 ook heerlijk. En een... Heb je Rage 2 niet op PC gespeeld ofzo? Ja, slecht voorbeeld. Maar Shadow of the Tomb Raider op de Xbox ziet er fantastisch uit. Resident Evil heb ik niet op PC gespeeld. Console ziet er fantastisch uit. Het is superveel. Ja. Het ziet er allemaal zo goed uit. En het speelt allemaal zo lekker. Het is allemaal zo leuk. Dit is het moment in die generatie dat ontwikkelaars eindelijk eens doorhebben van... Oh, als we niet A programmeren, maar B coderen... Dan zien die spellen er ineens een heel stuk mooier uit. I know. Ik heb zelfs hoop voor Fallout 76 dat die er mooi uit komt zien. Nou, dat... nee. De bugs worden leuk. De bugs worden zeker. Dat is maar dat is eigenlijk wat ik met deze E3 eigenlijk het meeste mee krijg. Is dat het niveau van de games ontzettend hoog is. En dat we echt nu op een punt zijn in de generatie dat eigenlijk alle games goed zijn. Daar hebben we lang op gewacht. Maar het is nu zo. Ja, ik denk nog steeds dat er zullen vast wel wat dompers tussen zitten. En niet alles kan natuurlijk fantastisch zijn. Maar inderdaad, wat de E3 dit jaar toonde... Het is veelbelovend, vond ik. Ik kreeg bij heel veel dingen ook weer hoop. Ik heb weer hoop in de Xbox One. Of in ieder geval in het Xbox-merk. Hè? Het is niet meer alleen een console, het is groter dan dat. Het is mooi. Niet, hoor, maar oké. Nee? Oh, jammer. Nou ja, ze kopen 5 studio's, maar van... Een Halo 6, een Gears of War 5. Ja, dat is leuk. Maar ja, als je de studio van State of Decay gaat kopen, dan maak je geen betere State of Decay game. Nou, dat hoop ik dus wel. Ik zat al... Ja, oh, ze hebben State of Decay 2 studio opgekocht. Maak nou eens een keer eindelijk eens iets moois van dat kutspel. Ja, maar weet je, ja, maar ook als Xbox zelf die vinger in de pap heeft, Quantum Break, weet je, ze hebben ook niet allemaal hele record, weet je, ook als ze zelf de vinger in de pap hebben, dan... Ja, maar Ninja Theory opkopen dan. Ja, er kan een vette game uitkomen. Ja, ik heb heel veel hoop gekregen deze E3 en dat vond ik mooi. En ook als we er niet bij waren voor zeg maar de normale Jan Alleman zoals ik hier dan ook zit. Kijk, jij hebt alles meegekregen. Ik heb zoiets van, ook al was ik er zelf niet bij, ik heb toch het idee dat het een goed jaar was. Maar kunnen we even stoppen met al die lekkage van tevoren? En dat is voor volgend jaar. Ja. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Hot Coffee Show. Heb jij een stelling, iets wat jou bezighoudt waarvan je denkt van god, daar moeten jullie het een keer over hebben? Drop dat hier in de reacties hieronder. En vertel ook vooral wat jij vindt van deze E3 en of je het eens bent met ons, ja of nee. Was de E3 heel kut? Moeten we ophouden met lekken? Laat het ons weten. En als je sowieso ophouden met lekken. Als je nog een leuke lek hebt, geef het ons door.